Dus ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is die heel veel goeds kan brengen. Alleen dat het tegelijkertijd ook veel vragen met zich meebrengt van wat is dan een, hoe ontwikkelt zo'n therapie op een verantwoorde manier. Ik onderzoek de ethische aspecten van de ontwikkeling van een gentherapie die nu in het LWMC wordt ontwikkeld voor kinderen met de ziekte van Duchenne. Duchenne is een erfelijke spierziekte die eigenlijk alleen bij jongens voorkomt. En het verloop daarvan verschilt, maar de meeste jongens komen rond hun 10e of 12e in een rolstoel terecht en de levensverwachting ligt rond de 30. En dat komt eigenlijk omdat de spieren de spierfunctie en kracht langzaam afnemen. Mijn naam is Isabelle Pearson. Ik doe onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum op de afdeling Ethiek en Recht. Bij een gentherapie wordt eigenlijk geprobeerd om het gen dat de oorzaak is van een bepaalde ziekte te repareren. Omdat je het DNA aanpast, kan je het niet meer ongedaan maken. Dus als de therapie eenmaal is toegediend, dan kan je niet, als er een bijwerking is of een nadelig effect, kan je het eigenlijk niet meer terugdraaien. In mijn onderzoek kom ik ethische aspecten tegen. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken van de stap van onderzoek dat nu in het lab gedaan wordt naar zometeen voor het eerst onderzoek doen op mensen. En in dit geval zijn dat kinderen. Waarbij dan vragen van wanneer weet je eigenlijk genoeg om dat te doen? En wat is dan de afweging tussen aan de ene kant de mogelijke voordelen en aan de andere kant de mogelijke risico's die ook bij deelname aan onderzoek komen kijken? En hoe zorg je uiteindelijk als zo'n gentherapie op de markt is dan voor een gelijke toegang bijvoorbeeld tot zo'n gentherapie? Dus ik denk dat het goed is om nu alvast na te denken over dat soort vragen en hoe je daarmee om moet gaan. Zodat je daar misschien in je ontwikkeling ook rekening mee kan houden. Hoe ik onderzoek doe is eigenlijk door aan de ene kant de samenwerking op te zoeken met de personen die echt bezig zijn met de ontwikkeling van de gentherapie. Dus de artsen en de onderzoekers. Ik ga interviews doen met ouders van patiënten en kinderen of volwassenen met Duchenne zelf. En aan de andere kant lees ik ook veel ethische en medische literatuur over gentherapieën en bioethiek. Het doel van mijn onderzoek is eigenlijk om te komen tot een verantwoorde ontwikkeling van deze gentherapie die ook echt aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten.